Deelnemen is belangrijker dan winnen. Zo luidt het Olympische motto. Maar wie sport zegt, denkt competitie, denkt winnen, denkt trofeeën. En dat was al zo ten tijde van de antieke Olympische Spelen, waar de winnaars beloond werden met een lauwerkrans. Maar wist je dat ook bekers hun oorsprong vinden in de Griekse oudheid? Naast de zogenoemde kransspelen, waar enkel om de eer en om een lauwerkrans gestreden werd, waren er in de oudheid ook sportmanifestaties waar materiële prijzen werden uitgeloofd. Op de Spelen in Athene, bijvoorbeeld, de zogenaamde Pan-Athenea, ontvingen de winnaars kostbare amforen. Dit waren grote met olie gevulde kruiken die door plaatselijke kunstenaars versierd werden met afbeeldingen. De godin Athene aan de ene zijde, de sport waarin de prijs was behaald, aan de andere zijde. En niet alleen de amforen zelf, maar ook de inhoud ervan was erg kostbaar en gegeerd. Lichaamsolie was immers een duur goedje en onmisbaar voor de lichaamsbescherming van de atleten die naakt aan sport deden. Bij het zoeken naar beloningen voor de winnaars van de eerste sportwedstrijden uit de nieuwe tijd grepen de organisatoren terug naar gebruiken uit de klassieke oudheid. Kransen deden opnieuw hun intrede en de kostbare met olie gevulde kruiken werden vervangen door bekers. Aanvankelijk waren de prijsbekers unieke exemplaren uit massief zilver, ontworpen en gesmeed door bekende edelsmeden of juweliers. De prachtige trofeeën waren een uitstraling van het prestige van de eerste elitaire sportclubs. In het huidige beroepscircuit zijn bekers meestal slechts symbolen waarachter grote geldprijzen of waardevolle materiële prijzen schuilen. Dat was ongetwijfeld ook het geval voor deze beker die aan wielerlegende Eddy Merckx werd geschonken bij één van zijn 525 overwinningen. Wist je trouwens ook dat de vrouwenfiguur die op vele medailles en diploma's prijkt de Griekse overwinningsgod Nike is, en dat de naam van het bekende sportmerk Nike geïnspireerd is op deze godin?